Er staat weer wat op mijn mobiel. Er stond al Mario Kart. Maar ik weet niet hoe vaak ik dat nog ga spelen. Omdat uh, ja, de multiplayer werkt niet. En de microtransactions zijn wel echt pretty, pretty nasty. Uh, om echt lekker te kunnen spelen in die game. Uh, maar kot, Mobile. Call of Duty Mobile is ook uit. Uh, 1 oktober kwam hij uit. Um, ik kon niet slapen vannacht. En, uh, dus ik heb lekker met deze game kunnen spelen. Geïnstalleerd. Um, gisteren had ik dat al gedaan. Toen waren er wel wat issues uh, met. Uh, ja, dit, heel veel mensen gingen dit spelen. Dit is Mario Kart was 10 miljoen downloads in een dag. Uh, Call of Duty Mobile zit daar al ver, ver, ver boven. Uh, ja, iedereen wil gelijk spelen uh, of downloaden. Uh, dat ging gewoon traag. Uh, ik zat ook vast in mijn beginscherm. Anyway, hij draait inmiddels. En um, ik ga jullie vertellen wat ik ervan vind en wat je ermee kunt doen. Allereerst. De um, game is gemaakt door Tencent. Tencent is uh, een Chinese. Ja, misschien wel bijna het grootste gamingbedrijf ter wereld. Ik bedoel, uh, ze hebben aandelen in Fortnite, ze hebben aandelen in uh, PUBG. Um, alles wat winst maakt en tof is en waar zij potentie in zien, had ze flats. Um, dat kopen ze op of nemen ze aandelen in. Ze maken zelf ook games, met name in Azië: heel veel multiplayer games. Um, bijvoorbeeld de multiplayer uh, van PUBG. Um, ze hadden ook al gewerkt aan, volgens mij, aan Call of Duty Online. Dat is ook iets wat in Azië is. Um, en zij hebben de mobiele versie gemaakt van deze game. Dus niet Infinity Ward, niet Treyarch en niet uh, de laatste Sledgehammer. Uh, en dat merk je, want Tencent, je mag er van alles wat, wat, nog wat vinden. Um, ze kunnen mobile games maken. De game ziet er echt uit. Glorieus uit. Uh, dat, dat kan je niet zien, uh, denk ik, nu als we de beelden laten zien uh, die we overigens van uh, YouTube hebben. Omdat het grabben van mobile is uh, uh, nog wat lastig uh, voor ons. Maar geloof mij, installeer het op je telefoon uh, en check gewoon de beelden. Het is echt fantastisch. Het is 3D. Uh, het laat gewoon zien dat gaming op de mobiele telefoon is stappen aan het maken. Ik bedoel, die pc's, of die, de pc's, uh, het zijn bijna pc's. De mobiele telefoons van tegenwoordig, of het nou de nieuwe iPhone is, of de, de OnePlus 7T, of uh, van mij part Samsung en Huawei. Um, het zijn gewoon verkapte minicomputers geworden, die gewoon high-res 3D-graphics aan kunnen. Um, en dat betekent gewoon dat je aan de slag kan in twee manieren. Het is allemaal multiplayer. Het is of um, traditioneel 5 tegen 5, team deadmatch, uh, capture the flag, um, domination. Of de Battle Royale mode, waar je inderdaad ook nog daadwerkelijk met 100 man tegelijk in kunt. Um, de graphics zijn superieur in de 5 uh, de de vijf tegen 5 vijf matches. Uh, bij Battle Royale gaat de kwaliteit wel ietsje naar beneden. Um, dat kan ermee te maken hebben dat er heel veel mensen uh, in zitten te spelen. Uh, 100 man en dat dat een probleem oplevert. Uh, het kan ook zijn dat het nog niet helemaal goed getweakt is. Ik hoop dat ze dat nog wat verbeteren. Daar zie je toch echt wel verschil tussen. Maar um, ik ben een multiplayer man. En ik heb me dus voornamelijk gefocust op die uh, ja, Team, team Deathmatch Domination uh, modes. Um, het gamen. Shooters op een mobiel telefoon zijn over het algemeen een pain in ass. Of een, laat ik het zo zeggen, qua besturing een beetje een slappe afspiegeling van... Een controller en al helemaal muis- en toetsenbord. Waarom? Je hebt natuurlijk de camera die je moet bewegen. Je hebt het lopen wat je moet doen. En dan moet je ook nog een keer schieten. En over het algemeen gebeurde dat dan met. Uh, nou, ene duim bewegen, camera. En dan moest je ook nog tikken op het scherm om te schieten. En als je tikt op het scherm, dan laat je je duim los. Dus dat. Werkt nooit helemaal lekker. Dan heb je ook nog je handgranaten gooien. Je perks of je, je killstreaks uh, oproepen. Al dat soort dingen zitten er dan in. Um, Tencent, alle krets naar hem. Hebben een hele fijne oplossing daarvoor gevonden. Uh, die ik gebruik. Je hebt namelijk twee besturingsmethodes. Uh, de ene is, dat noemen ze dan simpel. Dat is eigenlijk alleen maar je ene duim zet je erop. Je andere duim zet je op. Dus je hebt het gewoon zo vast. Camera. En bewegen en de, het wapen schiet automatisch. Dus op het moment als jouw wapen, als jouw cursor. Uh, 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 over een vijand heen gaat, dan schiet hij. Nou zou je denken: ja, euh, dan is het heel makkelijk raken. Nee, dat is het niet. Want uh, de andere heeft hetzelfde. En het gaat om streven, wegduiken. Het maakt Call of Duty zelfs ietsje. Uh, verder, omdat je vaak die one-shot kills uh, hebt, heel erg in Call of Duty. Uh, terwijl je hier soms twee of drie keer uh, aangeschoten kan raken. Je ziet ook gewoon wat, wat, wat rood van je uh, levensbalkje weggaan. Maar door te streven, even weg te duiken, weer op te duiken. Kun je toch daadwerkelijk gewoon nog je kills maken, ook al ben je al aangeschoten. Bij Call of Duty, gewoon op de console is het vaak één of twee keer en je bent gewoon um, weg. Ik vind het super lekker werken. Ja, dat is mijn mening. Je hebt ook nog de tweede mode, Advanced. Uh, dan heb je uh, eigenlijk hetzelfde principe. Behalve dat je ook nog een, 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 ja, echt kan aimen. Uh, dan moet je dus inderdaad even je duim loslaten met bewegen. Dan druk je op aim. En in één keer heb je hem echt gewoon. Uh, ja, dan daar kijk je als het ware door je. Vizier heen. Feitelijk hebben de, de, de viziers, de attachments die je erop kunt zetten, eigenlijk dus niet zoveel zin. Als je gewoon de simple mode speelt. Ik moet eerlijk zeggen, de advanced mode uh, dat kost wat oefening. Als je dat mastert, kun je veel meer headshots maken, one-shot kills. Um, ik heb het eigenlijk gedaan met die Advanced. En um, tot mijn verrassing, uh, maak ik gewoon 20 plus kills. Uh, uh, kom ik vaak bovenaan te staan. Um, dus of dit ligt mij enorm. Omdat bij de normale Call of Duty. Ik altijd. Moeite heb om te onthouden. Ik moet blijven bewegen. Ik moet niet stil blijven staan. Je moet met je controlletje, met je, met, je, met, je, met je duim. Uh, heen en weer blijven bewegen. En streven. En niet gewoon stilstaan. En mikken. Uh, hier heb ik dat veel minder. Voelt dat gewoon heel automatisch aan. En kun je dus. Um, best lekker knallen. Uh, matchmaking. Als een fluitje. Ongelooflijk. Je klikt start match. Het duurt. 10 seconden en ik speel het 5 tegen 5. Het gaat razendsnel. De maps. Um, de, de, eigenlijk zitten alle fan favorites erin. Als ik het, als ik het een beetje moet zeggen. De stijl van graphics is heel erg Black Ops 4-achtig. Kleurig. De gameplay uh, mechanics en dan met name de class en, en de perks zijn wat meer Modern Warfare related. En... Eigenlijk heeft Tencent gewoon al die toffe maps, Countdown, Crash, Dinner, Estate, Farm, Firing Range, Killhounds, uh, Launch, Overgrown, Nuketown, Pipeline, Seaside, Shipment, Standoff. Al die lekkere, fijne, kleine maps die gaan in deze versie komen. Uh, ik heb al heel veel Nuketown gespeeld, een paar keer Shipment uh, en een paar keer, um, even kijken, Firing Range, dat zijn ook nog mijn favoriete maps. Heerlijk. Ik hoef die grote maps niet. Ik, Battle Royale hoeft van mij ook niet per definitie. Um, de matches duren tot 50, 2, 3 minuten. Ik heb het in de trein zitten spelen, gewoon op 4G. Als een, ja, gewoon, weet je, als een, als een, als een, als een, als een slak door, 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 door te heen. Zo glad ging het allemaal smooth. Ik heb er weinig problemen mee gehad. Um, het is simpel. Het is een beetje watered down. Maar het geeft wel het gevoel dat je echt echt een shooter aan het spelen was. En dat heb ik eigenlijk tot nu toe nog nooit gehad. Ik heb altijd het idee gehad van... ja, wat ik nu zit te spelen is gewoon... Ja, ze hebben geprobeerd het gewoon... één op één erin te verwerken... maar het werkt niet. Het, 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 het. Ja, wat ik zeg van... het was gewoon echt een, een, een versie... die eigenlijk uh, 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 niet eer deed... aan het origineel op een console of een pc. Dit doet dat wel. Dit is een waardige aanvulling... op Call of Duty de uh, franchise die op de pc en op de uh, 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 console speelbaar is dit is gewoon lekker even ik heb 20 minuten niks te doen voetbalwedstrijd is saai Hup, telefoon erbij en je speelt even een paar potjes dat is wat dat betreft wat mij betreft gewoon um, fantastisch um, dan Jeejee, yeah, yeah, wat ben je positief, man? Zitten er geen microtransacties in? Nou, hell yeah, die zitten er wel in. Um, je kan, als je de game opstart, dan moet je eerst door 6481 miljoen schermpjes heen. Die zeggen: Dit kan je kopen, dat kan je kopen, zus kan je kopen. Ga je een tire omhoog? Hoppakee. Wil je een Battle Pass kopen? Elk potje afgelopen? Uh, Oké, okay, dan krijg je wat. Maar dan staat er ook bij: Nou, als je wat coins koopt, dan kan je nog meer kopen. Het zit er allemaal om p to win heb ik nog niet helemaal kunnen ontdekken. Maar het zal me niks verbazen. Als je ook wapens kunt kopen die beter zijn uh, dan je in het begin kunt unlocken. De uh, grind. Ik heb al twee YouTube-filmpjes film gezien. van iemand die probeerde echt alles te unlocken. Daar ben je wel even mee bezig. Dus hel je. Yeah, er zitten Microtransactions in. Um, ben ik hier minder verbolgen over dan bij Mario Kart? Ja, dat heeft een paar redenen. Allereerst, um, Call of Duty is gewoon een 18 plus of een 16 plus game uh, voor volwassenen. Dus in principe mogen kids dit niet spelen. Uh, van mijn part gaan ze een gang, whatever. Als ouders het goed vinden. I don't care. Maar in principe is het een 16 plus game. Dus. Of een 18 plus game. Dus heb ik wat minder moeite met microtransactions. Omdat 18 plus is. Ja, het is jouw geld. Weet je. Moet je, zelf, je bent oud genoeg en wijs genoeg om je beslissing te maken. Als jij er geld aan uit wil geven. Omdat je dan denkt dat je het mannetje bent. Moet je dat vooral doen. Mario Kart Tour heb ik meer problemen bij. Omdat het een kiddie game is. Uh, of althans, het is een game die ook door kids gespeeld kan worden. En um, kids. Kunnen nog gewoon niet met geld omgaan. Laten we gewoon eerlijk zijn. Zijn gevoeliger voor dit soort zaken. En het is een paar muisklikken. Uh, ben je weg van uh, 20 tot uh, 30 dollar of euro. Van je creditcard. Van papi en mami Of misschien wel van zijn eigen bankrekeningetje. Dat vind ik uh, vervelend. Ten tweede. Um, hier zit in principe alles in. Multiplayer mode uh, is gewoon klaar. Die zat niet in Mario Kart. Um, de Battle Royale mode. Daar moet je leveltje 7 voor zijn. Nou, ik uh, was binnen no time level 6. Alles werkt. Alles doet het en hand op mijn hart, ik heb gewoon kunnen spelen. Ik koop die shit niet, ik ga die shit ook niet kopen. Ik had geen enkel probleem om dit te kunnen spelen. Wie weet later wel, wie weet worden op een gegeven moment mensen fucking goed en kom ik er niet mee mee in weg. Maar tot nu toe had ik het niet. En als miljoenen mensen dit gaan spelen, dan zullen er altijd wel kneuzen genoeg zijn die ik wel kan neermaaien en ook geen microtransactions kopen. Dus dat zal er ongetwijfeld bij zitten. Tot nu toe had ik het idee dat dat gewoon wat minder ...een probleem is. Verder de rest, uh, ja, het is fucking vervelend... ...dat je de hele tijd wordt geconfronteerd. Wil je dit kopen? Wil je dat kopen? Wil je zus kopen? Maar het is free to play. Free to play is een supermarkt als het ware. Uh, als je naar Albert Heijn gaat of Deca Markt of Koop of Jumbo, uh, dan krijg je ook alle reclames om je oren. Het is een super commercieel product dat ze geld moet gaan verdienen van producten die ze aan verkopen. Bedoel, het is ook niet de bedoeling dat je naar de uh, Albert Heijn gaat om daar de hele dag gratis koffie te drinken met je vrienden. Ze willen dat je shit koopt. Toegang is gratis, maar je moet wel shit kopen. De toegang van Call of Duty is gratis, maar ze willen wel dat je shit koopt. Dus hel je, yeah, dat ga je voor je kiezen krijgen. Alleen het speelt zo lekker um, meer dan Mario Kart. Heb ik niet het idee dat, dat men heel erg focust op het kopen van dingen in de gameplay. Uh, men focust vooral, men zegt gewoon: Dit is gewoon de gameplay die een shooter tof maakt. En je kunt wat progressie en wat customization kopen. Da daar gaat het een beetje om. Um, en dus heb ik er gewoon minder moeite mee. Uh, heb ik er gewoon plezier mee. En neem ik het voor wat het is. Als dit op de console zou uitkomen, en ik moet die 60 euro voor betalen. Dan zou ik meteen zeggen van Activision, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Maar dit is voor mij gratis. Um, en ik heb er plezier mee. En uh, dat ga ik denk ik de komende tijd nog wel hebben als heerlijke tussendoorsnack. Dat is wat het is. En uh, ik zou zeggen: download het gewoon even, probeer het er gewoon een keer uit en kijk of jij een beetje hetzelfde gevoel krijgt als mij dat dit gewoon lekker simpel vermaak is. Uh, tof voor tussendoor.